De peuters van kinderopvang Harkelijn waren maandagochtend gewoon rustig aan het spelen. Toen ze opeens bezoek kregen van niemand minder dan de brandweer. Eerst kwam hij binnen om wat te vertellen over zijn werk, waarbij de peuters aan zijn lippen hingen. Daarna gingen ze met z'n allen naar buiten om de brandweerwagen van binnen en buiten te bewonderen, wat erg spannend was voor de kinderen. De brandweerman liet onder andere zien hoe de brandweerslang werkt. Tot slot mochten de kindjes nog even in de huid van een brandweerman of vrouw kruipen door een echte brandweerhelm op te doen.